Goedemiddag, het is weer vrijdagmiddag en de hoogste tijd voor een nieuwe Sloep & Tender videoblog. Vandaag gaan we boten doen die we eigenlijk al een keertje gedaan hebben. Maar de keer dat we hem gedaan hebben was hij echt splinternieuw voor ons. En inmiddels is er een aantal dingen veranderd aan de boot. En aan de dingen die inclusief zijn en niet. Dus vandaar dat we hem even overnieuw doen. Met een super mooi hip kleurtje steengrijs. Is de Tender 27 Cabin een van de grotere boten bij ons in het assortiment. Het is namelijk een boot van 8,30 meter lang. Hij is 2,55 breed. En het mooie van deze boot, het is een cabinboot. Dus je hebt voorin, maar dat laat ik straks nog wel eventjes zien, een cabin waar je dus kan slapen, waar je het toiletje kan hebben. En toch voor een cabinboot is die heel erg lage doorvaarthoogte, namelijk 1,55 meter. Het voordeel daarvan is, zeker hier in de regio, als je in Leiden zit of whatever, heb je heel veel lage bruggen. Dus hij kan er onder heel veel door. Ik moet zeggen, Leiden redt hij niet allemaal, spoorbrug is 1,20 meter laag. Maar toch heel veel bruggen hoef jij niet voor te wachten met deze boot. Je kan er gewoon onderdoor. Je wil stoppen, Stef. Ik wilde nog wat zeggen. Hij is 1500 kilo. Er gaan dieselmotoren in. En die diesel die kan tot en met 110 pk. Nou mag je stoppen. Boot, maar nogmaals niet helemaal achter in de boot, want hier heb je nog een gedeelte waar we het straks over gaan hebben. Maar in ieder geval bij de bestuurder heb je echt ruime zit. Hij is bijna over de hele breedte van de boot. Dus je kan echt twee hele grote vrienden naast je kwijt. Of je hond. En hier hebben we het stuurconsole. Mooi. Slank ook. En op dat stuurconsole worden een aantal meters et cetera geplaatst. Standaard een paar meters. Maar we hebben hier wat extraatjes op gedaan. Extra wat hier sowieso al op zit is de boegschroef. Vinden wij eigenlijk wel een must op een boot van 8,30 meter lang. Zeker als je in wat drukkere gebieden of als je in steden gaat varen. Dus toch wel even wat makkelijker manoeuvreren. Deze boot hebben we ook uitgevoerd met een kraantje. Dus je hebt ook water nodig. Dus hebben we hier een watermeter. We hebben een brandstofmeter hebben we erin zitten, een bilgepomp zit erin, nou ja, goed, en nog een aantal standaard meters. We zitten in het midden van de boot en die materweter, waar we het net over hadden, dus de watermeter, die heb je dus nodig voor dit gedeelte. Hier hebben we een kastje en op dat kastje is optioneel dus mogelijk om hier een waterbakje met een kraantje in te doen. Hier weer opbergruimte, dus weer iets waar je niet voor op hoeft te staan. Dus dat je hier mooie spulletjes kwijt kan. Aan de overkant is normaal gesproken ook zo'n kastje. In dit geval hebben we er even een koelkast in gedaan. Dus dan heb je in ieder geval nog drankjes die koud gemaakt kunnen worden. Even een klein dingetje, deze RVS-relingen die je hier ziet zitten, dat is optioneel. Is wel handig als je wat spulletjes erop zet en je wil niet dat het eraf glijdt. Oké, voor in de boot. Nog niet helemaal voor in de boot, maar wel het bijna helemaal vooraan. Zoals je ziet is hier een hele lekkere grote rondzit, waar je met zeker wel 5 man kan zitten. Opvallend is, vind ik, de hoogte van de rugleuning. Dus dat is super comfortabel. Tussen deze banken kan je nog planken leggen. En dus kussens erop, zodat je een lekker royaal zonnebed hebt. Dus hier kan je al heerlijk slapen. De stof die er wordt gebruikt, dat lijkt een beetje op dat diamanten wat we veel in de Primeur en in de Corsica boten gebruiken. Het is Silver Guard, dus dat is ook een beetje dat hele mooie ademen, de stof ook een beetje dat glansje erop en ook heel mooi schoon te maken. En hier hebben we ervoor gekozen om het gewatteerd te doen, dus dan breekt het mooi een beetje en het ziet er dan wat speelser uit. Maar dit is dus, wat ik net al zei, niet helemaal voor in de boot. Want we hebben nog meer voor in de. En dat geheimpje zit hierachter. Oké, dus hierachter zit dus nog een verrassingje. En dat is de hele cabin. Dus hier. Deze kan je vastzetten.
Dank u, Stef. Nog een deurtje, die blijft wel. Dan hebben we hier achter dus nog. Oh jee. Een heel slaapgedeelte, dus de cabin. Of gewoon het toiletgedeelte, wat je zelf wil. En dat toilet, dat moeten we dan zo even doen. Ja, ik lig nu misschien een beetje in de darkness. Maar dat komt omdat er nog even geen accu is aangesloten in deze boot. Normaal gesproken kan je hier dus een lichtje aandoen. Dit is dus de cabin. En dit is echt wel, het lijkt misschien niet een heel groot stuk. Maar ik kan mijn voeten helemaal, dus ook al zou ik 2 meter geweest zijn, helemaal onder de banken doen. En dan heb je echt, nou dan heb ik hier zelfs nog heel veel ruimte over. Dus hier kan je perfect even een nachtje slapen. En wat hieronder dus is, heb je net al een beetje gezien, daar zie je dus. Dit kan trouwens nog helemaal dicht hoor. Ik heb hier nog planken om hier nog een kussentje te doen. Maar dat vond ik nou weer een beetje lastig om weer neer te leggen. En om jullie neer te laten zien. Wat was dat? Godfried Bomans, wat een kuikentje. Koen dus. Oké, er is niks gevallen en er is niks stuk. In ieder geval hieronder zit dus de ruimte. Moet ik even dit kussentje opzij doen. Het toilet. Hier kan je dus of een chemisch toiletje. Dit is wel optioneel hoor. Dus dit is dan een vast toilet. Maar je kan er of een chemisch toilet of een vast toilet in doen. Dus je zit hier ook altijd. En zeker voor de dames. Hartstikke fijn. Privé. Zonder dat iemand kan kijken. Nou, en dan hebben we het nu over het hart van de boot. En die zit uiteraard in het midden, want het is een diesel. Normaal gesproken vanaf 27 pk wordt hier standaard ingeplaatst. Dat is dan een Craftsman motor. Er kunnen motoren in tot en met 110 pk. En je hebt ook nog wel keuzes tussen verschillende merken motoren. In dit geval hebben wij er een Yammer in geplaatst. Yammer is wel een iets duurdere motor dan een Craftsman motor. Het voordeel hiervan is dat ze over het algemeen wat stiller zijn. Hier zit een 45 pk Yammer in. Dat zou nog een boot zijn waarmee je niet kan waterskiën. Dat je waarschijnlijk niet over de 20 km per uur zal gaan. Want het is natuurlijk wel een boot van 8 meter 30 lang. 1 meter 30 lang is heel klein. 8 meter 30 lang. Met een 110 pk kan je er in ieder geval mee waterskiën. Dus dan gaat hij lekker pittig. En dit is het topgedeelte van de boot. Dit is het lekkere chill gedeelte met een heel groot zonnedek achterop de boot. Dus hier kan je ook lekker met twee zeker chillen. En natuurlijk een heel groot zwemplateau waar je lekker kan pootje baden. Maar het leuke is, dit is niet alleen maar een heel lekker chill plekje. Dit is ook een plek waar een hele grote opbergruimte zit. Hoe leuk is het hier? Hoeveel opruimbergte? Nou, en ik zit hier dus nu onder het zonnedek. En wat een zee aan ruimte. Hier kan je niet alleen al je vrienden kwijt die je zat bent op de boot. Hier kan je ook gewoon je waterskiën en allemaal spullen kwijt. Je zonnedek ligt hier onder andere in. En hier zit ook onder andere de brandstoftank hieronder. Hier zit de watertank zit erin. In dit geval dan dat we het kraantje hebben genomen. Tenminste, dat bakje hebben genomen met water. En de vuilwatertank zit hierin. Nou, hier heb je dus dat hele lekkere zwemplateau waar je lekker kan bootje baden. Dus lekker ruim. En wat je hier gelijk ook ziet aan de achterkant van de boot is dat je aan twee kanten de instap hebt om binnen in de boot te komen. Nou, en deze boot is niet alleen heel erg leuk aan de binnenkant, ook nog eens een keer heel erg aan de buitenkant. Net kon je het misschien niet helemaal goed zien, maar dit zijn dus hele mooie raampjes. En daar kan je dus vanuit de cabin lekker naar buiten kijken. Maar ze zien ook nog eens een keer heel erg strak uit. Dit zie je normaal alleen maar op die hele mooie, hele luxe, dure boten. Maar ook in deze boot is dat gewoon verwerkt. Maar het is echt een waanzinnig mooie, strakke lijn. Nou, dit was hem alweer. Het einde van deze Sloep en Tender videoblog over de Tender 27 Cabin. Volgende week zijn we uiteraard weer bij je terug met een nieuwe Sloep en Tender videoblog. Geef hem een dikke like als je hem leuk vindt. Deel hem op Facebook. En abonneer je vooral bij ons op ons Sloep en Tender videoblog kanaal. Dan krijg je elke week een nieuwe update van een nieuw filmpje. Het is helemaal hartstikke gratis, ook voor jou. Dus probeer het maar, dat rode knopje hieronder.
Anyway, we wensen je een heel fijn week. Oh, en als je onderwerpen hebt voor een andere videoblog wat je heel graag wil horen. Ik hoorde pas al iemand voor een grote servicebeurt. Gaan we ook even proberen om die te gaan filmen. Maar daar moeten we net even tijd voor maken in de werkplaats dat ze gefilmd willen worden. En die jongens willen dat ook niet altijd helemaal uitleggen. Dus dat moet ik dan doen. Dat kan ik natuurlijk niet. Dus dat gaan we echt wel eventjes inplannen. Dus komt allemaal goed. Tot volgende week.